De Amsterdamse ombudsman heeft meerdere klachtenbrieven gekregen van Amsterdammers die na de herkeuring hun kanta moeten inleveren. Toen de eerste binnenkwam en we hebben AT5 berichten gezien, toen hebben we wel gezegd, nou dan moeten we echt even induiken. Donderdag lieten de kanta-gebruikers al flink van zich horen voor de stopera. Van de 170 herkeurde eigenaren moeten er 80 hun geliefde brommobiel inleveren. Zo ook meneer Vemer, die slecht ter been is vanwege kinderpolio en al 25 jaar een kanta in bruikleen heeft. Nou, mijn hele leven hangt er vanaf. Dat is ja, ik mijn boodschappen doen, naar mijn familie, naar kennissen, mijn vissen. Door middel van een brief zijn de kanta gebruikers ingelicht, maar volgens de ombudsman is deze standaard en onpersoonlijk. We starten een onderzoek omdat brieven hebben geen duidelijke motivering. Ze zijn te standaard, geen goede uitleg van de situatie en we kunnen niet zien of de medische situatie van mensen voldoende meegewogen is. Verantwoordelijk wethouder Erik van den Burg heeft een week om te reageren op de brief van de ombudsman. Doet hij dat niet? Dan gaan we bellen en desnoods ga ik voor zijn deur liggen. Zo zit dat, ja.